Opnieuw wijzen klokkenluiders op corruptieve handelingen. Landbouwminister Saudin vertrok in alle stilte naar India. En voormalig president Jules Weidenbos lanceerde politiek-bestuurlijke denkgroep. Goeiedag, dit is Revenues TV Suriname van 20 maart 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Opnieuw wijzen klokkenluiders op corruptieve handelingen in Suriname. Ondernemer en criticus Jairaj Gayadin zegt op nieuwsite Waterkant dat graafmachines van de Surinaamse staatsbedrijf NV Suurzwam worden ingezet in de goudvelden. Suurzwam is opgericht om landbouwers te faciliteren met goedkope machinediensten. Suurzwam wordt volgens Gayadin bestuurd door Pertab Bisumbar, de president-commissaris van het bedrijf, omdat het bedrijf geen directeur heeft. Bisumbar zou tevens adviseur zijn van president Santokki. Het bedrijf heeft geen directeur. Bisumbar zou ook voorzitter zijn van een presidentiële commissie die projecten moet uitvoeren in zogenoemde volksbuurten. Ook daar zou fors gefraudeerd worden. Gayadin zegt dat hij bewijzen heeft overgedragen aan president Santokki van corruptie bij de overdracht van een Marcusa-fabriek. Het zou hier gaan om een medewerker van het kabinet van de president. En daar is niets mee gedaan, aldus Gayadin. En ook met het broodjesproject van Melissa Santokki is van alles mis, zegt hij. Daar is nooit een openbare inschrijving voor gehouden en mevrouw Santokki wist opeens niet meer dat het bedrijf dat de leveringen gegund kreeg van een goede vriend is. Ook Gordon MacDonald liet weer van zich horen. Volgens hem werken politiemensen in politieuniform als beveiliger voor drugsdealers, cambio's en goudopkoopbedrijven. MacDonald werd in januari aangehouden omdat hij via sociale media de president, vicepresident, regeertoppers en anderen zwaar zou hebben beledigd. Hij zat daarvoor 4 dagen in hechtenis. Landbouwminister Saudin vertrok onlangs in alle stilte naar India. Hij bezoekt in New Delhi de wereldconferentie voor het internationale jaar van de gerst. De overheid heeft geen rugbaarheid gegeven aan de Surinaamse deelname. Deelnemers aan de conferentie deelden er hun ervaringen met de productie van gierst in hun land. Surinaamse media toonden lichte verbazing over deze dienstreis, omdat voor zover bekend in Suriname geen gierst wordt geteeld. Voormalig president Jules Weidenbos lanceerde zaterdag een nationale politiek-bestuurlijke denkgroep. Dat schrijft Star News. Weidenbos zegt dat de denktank zal nadenken over het democratisch gehalte van de samenleving. De groep zal zich ook buigen over een ontwikkelingsvisie voor het land. Verder zal worden gekeken naar het bestuurbaar maken van de staat. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV. En als u nieuws wilt melden, dat kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.